Dee, Lovely en Beauty en Draki. Ja. En ja, ik ben nog steeds blij met mijn aankopen van gisteren. Hoe was je taxi op en op de terugreis? Want, hoezo? Niet? Nee, wat dan? Nou, Roderick is nog even aan het kijken bij mijn auto. Want rechts voor. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 12 september 2023. En het is nou net 10 uur in de ochtend. Ja. En wie is er ook? Dat is deze lieve schat. Hi! Ja. Hi. Zou ik dan nog even, heel even met jullie, even op het veldje. Ja. Eventjes op het veldje dan. Ja. Doe ik dat. Ja, helemaal top. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik zit dan nu even lekker op een kom. En ik heb de hondjes ook lekker bij me. Kijk. Lady. Lovely. En Beauty. En Draki. Ja. En ja, ik ben nog steeds blij met mijn aankopen van gisteren. Want zoals jullie weten heb ik deze al een hele tijd. En heb ik er nu daar nu nog één. Ja. En dan heb ik er nu daar één. Leuk man. Is hij grappig. Ah, ik vind dat leuk. En ik heb er dan nu één bij mijn slaapkamer aan. En nu moeten de vogeltjes het nog zien te vinden. En deze, die vindt de kraaien zo lekker.
Maar waar kraaien niet van houden, en dat zijn van die zonnebloempitten, zeg maar. Die zit daarin, deze dan. En die zit daar ook in. En ook in die van mijn slaapkamer. Dus ik zit dus, wat ik al zei, lekker even op balkon. En ik ga even daarvan genieten. Even pauze houden en dan zometeen weer verder met editen. En om dus alleen even muziek en nog een intro te maken. Dus ik heb nog wat te doen. En ik verveel me niet. En ik moet nog even tanken voor morgen. En ik moet vanavond wel weer van zijn werk afhalen. Dus ik heb nog een hoop te doen. Ik heb weer hoog bezoek. En toen was hij weg. Nou, Beauty ligt lekker hier. En ik heb een broodje hier. Ik ga een bordje pakken. Trek namelijk. Echt even trek. Dus ik ga die eventjes in de magnetron doen. Ja. 2 minuten. Lekker man. Oh. Je moet niet dicht. Nee. Zo. Magnetron. Helemaal goed, start. Nou, hoe is het nu even wachten? Ik ga de dames lekker naar binnen halen. Ja, Leed, kom, naar binnen. Leed, ik wil dat je naar binnen gaat nu. Kom, naar binnen. Naar binnen. 1, 2. Ja, dankjewel. Heel fijn. Dank je. De vlog is dus nu aan het renderen. Kijk, die heb ik dus nu net aan elkaar gebouwd. Kijk, jee, die is nou net bezig. En ik ga even mijn auto tanken. Dus, dames, gang. Nu. Sorry, en jullie, als ik weer terugkom, dan krijgen jullie eten, ja? Ik ben alleen even snel tanken en misschien nog even kijken in de bak. Ja? Dus ik ben er zo weer. Zoals jullie zien heb ik dus maar 2 streepjes. En dat is mijn kilometerstand op dit moment. Ja. Dus dat betekent dus dat ik dan weer hier ben. Ja. Dus ik ga nu even lekker tanken. 87 euro. Dat is bijna 90 euro, jongens. Oh. 86 nog wat. Helemaal uit. Zully. Kijk, en die ben ik dus nu kwijt vandaag. Ja, ja. Leuk. Bij hem dus weer. Ja. Ik sta weer lekker klaar om weg te gaan in de auto. Ik heb mijn spullen bij me. En ik laat jullie lekker thuis. En ik ga Roderick namelijk van zijn werk ophalen. Ja, klopt helemaal correct. En deze haarband die heb ik juist om. Want dan kan ik lekker namelijk lekker de raampjes open doen. Lekker muziek aan. En gaan we die banaan. Dus jullie zien me zo meteen wel weer als ik lekker thuis ben. Maar maar hoe was je taxi op en op de terugreis? Dat duurde maar nog voordat je er was, zeg maar. Want, hoezo? De taxi die ik besteld had, die kan niet. Niet? Nee, maar wat anders. Wat dan? Iets anders. Vertel. Ja, zo'n zwarte. Hoe bedoel je een zwarte? Een zwarte taxi kwam er. Nou, vertel. Hoezo laat? Nee, maar vertel, waarom? Nou, de taxi bestelde, die had een zachte band, zeg maar. Ook na het oppompen, was die meteen weer leeg. Dus ah. Die niet op. Nee. Ik weet er niet komen. Dan ben je daar en dan sta je daar zonder band. Ja, dat is niet handig. Gereden, dat is niet zo handig. Nee. Ik zal verder rijden. Ja. Zand voor over de treinrails, maar niet toch nu over de straat. Nee, dat lijkt me niet handig, nee. Nee, dus. Dus dat. En toen kwam er wat anders aan? Ja, een zwarte taxi. Een zwarte taxi nog wel? Ja. Een grotere nog wel. Maar langer, dat is wat duurder, dus dat scheelt. Oh, ja. Dat is wat minder. Ja. Dus je zegt, nou, rijd rustig, dan gaan die kilometers niet zo hard. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Je moest omrijden, want het was een afzetting. Ja, precies. Die afzetters. Ja. Nou, dat zal er erg nuttig voor zijn. Ja, precies. Nou, ga lekker naar huis. Okay. Slapen.
Laters. Doei. Als je toch daar loopt, wil je nog even kijken bij mijn voorband. Nee, die niet, andere. Haha, andere kant. Ik versta er niks van. Dat denk ik wel. Maak eens foto van mij. Kan ik het zo meteen zien. Ga jij maar een foto maken. Nou, Roderick is nog even aan het kijken bij mijn auto. Want rechts voor, dus dat is ook waar Roos nu staat, is mijn band lek. Ja. Want ik zou Roos gaan ophalen vanavond van zijn werk, wat hij dus net al zei. Maar toen kreeg ik een melding, drukverlies rechts voor. Maar toen had ik dus een hele lieve buurman. Die heb ik dus namelijk opgebeld van, joh, mag ik jouw auto lenen om Roos op te halen? Ja hoor, zei hij, geen probleem. Dus kreeg ik deze grote bolide mee. Joh, maar dit is een tankwagen. Ja, echt wel. Vergelijkbaar met dat. Maar ja, maakt niet uit. Wel trusten. Mooi hè. Laters. Hoi. Daar ligt ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.